In een nieuwe serie genaamd Miljonair wil ik enkele onderwerpen gaan behandelen. Want een miljoen euro is heel veel geld, maar hoe kun je nou een miljoen euro bereiken? Hoe kun je dat vermogen bereiken? En als je het eenmaal hebt, wat kun je er dan mee doen? En in de video van vandaag kijken we naar het pensioen. Oftewel, hoe kun je ervoor zorgen dat je als miljonair met pensioen gaat? Wat moet je daarvoor doen en is dat voor iedereen haalbaar? En ik denk wel dat dat voor iedereen haalbaar is. En waarom ik dat denk, leg ik in deze video uit. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Dit is dus een nieuwe serie genaamd Miljonair. En dat is natuurlijk een prachtig woord en het is nog zeker een veel mooier streven. Voor heel veel mensen is het een doel of een droom eigenlijk om miljonair te worden. Alleen voor heel veel mensen blijft het ook bij een droom, terwijl het eigenlijk niet hoeft. Met een modaal inkomen is het eigenlijk heel erg makkelijk om miljonair te worden. En wat je daarvoor moet beseffen is dat eigenlijk niet het geld het belangrijkste is, maar dat is vooral tijd. En daarom gaan we ons dus in deze video richten over hoe je miljonair kunt worden tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, dat begint natuurlijk met geld, want we hebben geld nodig om uiteindelijk ook geld te gaan maken. Ten tweede hebben we tijd nodig en dan vooral ook eigenlijk de impact van tijd. En dat staat dan eigenlijk beter bekend als samengestelde interest, oftewel rente op rente. En als laatste hebben we rendement nodig, oftewel ervoor zorgen dat je geld ook echt meer waard wordt. Nou, laten we vooral gaan kijken naar het laatste, rendement. Want vroeger had je nog genoeg rente op je spaargeld, dus het loonde gewoon om geld te sparen via je spaarrekening bij de bank, dat was veilig. Inmiddels hebben we dus een heel erg lage rente, bijna negatief. En is dat dus niet meer interessant, omdat de inflatie hoger is dan de rente die het oplevert. Dus eigenlijk verlies je geld wanneer je geld op je spaarrekening hebt staan. Vastgoed is dan wel weer heel erg interessant, maar ook vaak heel erg moeilijk om te beginnen. Je hebt heel veel kennis nodig. Je krijgt te maken met wetten, met mensen, huurders waarschijnlijk. En je hebt ook gewoon veel geld nodig om te beginnen met vastgoed. Je hebt veel eigen inleg nodig. En daarom gaan we in deze video dus vooral kijken naar de derde optie. En dat is beleggen, oftewel investeren in aandelen. En iets specifieker dan, dat zijn ETF, oftewel trackers. Dit is denk ik de makkelijkste, maar ook beste manier voor beginnende beleggers. Kies dan voor een ETF met een brede spreiding, bijvoorbeeld wereldwijde spreiding. En dat gecombineerd met de eigenschappen van een ETF van lage kosten en vaak ook een best goed, in ieder geval gemiddeld rendement, zorgt in ieder geval voor dat je op lange termijn vermogen op kunt bouwen. En de ETF die ik daarvoor gebruik is VWRL, oftewel het All World Fonds van Vanguard. En dit aandeel is ook te koop via de Giro. En een link naar de Giro vind je trouwens onder deze video. De Giro heeft sinds gisteren ook geen wachtrij meer. Dus wanneer je jezelf aanmeldt, een account aanmaakt bij de Giro, kun je ook weer direct beginnen. En de reden dat ik gebruik maak van de Giro en dit fonds VWRL is dat dit fonds ook in de kernselectie zit van de Giro. Wat inhoudt dat met enkele simpele regels ik dit aandeel elke maand kosteloos kan kopen. En door lage kosten te houden maximaliseer ik mijn rendement. En we willen gebruik maken van een ETF zoals VWRL om te gaan beleggen op de lange termijn richting ons pensioen. En wil je nou meer informatie hebben over VWRL? Ik heb meerdere video's erover gemaakt. Wat het nou precies inhoudt, hoe het werkt, vergelijking ook met andere ETF's. Ook die links vind je trouwens allemaal onder deze video terug. En om te beleggen op de lange termijn gaan we in deze video uit van de volgende gegevens. Ten eerste gaan we uit dat een koers van een ETF die je kiest gemiddeld met zo'n 7% per jaar stijgt. Daar komt dan ook nog een dividend bij, wat vaak zo'n 2% is. Oftewel het totale rendement dat je maakt is dan gemiddeld genomen 9% per jaar. En dit is ook een beetje historisch gezien de laatste zoveel jaar op de beurs wat je kunt verwachten. Natuurlijk zijn er jaren zoals dit jaar dat het slechter gaat op de beurs. Staan we nog in de min of zijn we bijna op het niveau van het begin van het jaar. Kijk bijvoorbeeld naar vorig jaar 2019. Dan hadden er heel veel ETF's, waaronder VWRL bijvoorbeeld, ongeveer 25% rendement. Dus dat was juist een heel erg goed jaar. En gemiddeld genomen komen we dus op die 9% uit die ik eerder besprak. Waar we ook rekening mee houden is de inflatie. En we gaan daarbij uit van 2% per jaar. Wat we eigenlijk toepassen op de inleg. Dus we gaan ieder jaar 2% meer inleggen. We maken gebruik van een looptijd van 49 jaar. Oftewel we beginnen op je 18e en we stoppen op je 67ste. Het moment dat je hopelijk met pensioen mag gaan. En belasting van box 3 maken we gebruik volgens het huidige stelsel. Dat gaat dus over de vermogensbelasting. Oftewel op een gegeven moment heb je zoveel vermogen opgebouwd dat je daar belasting over moet betalen. En dat doen we dus volgens de huidige wetgeving. Omdat we niet weten hoe het in de toekomst zal zijn. En dan is eigenlijk het magische getal waar we naar op zoek zijn, blijkt dan rond de 110 euro te liggen. Want begin je op je 18e met de eerder genoemde gegevens van 110 euro inleg per maand, een rendement van 9% per jaar en een looptijd van 49 jaar, is het bedrag van 110 euro in de maand wat je nodig hebt om uiteindelijk op je 67ste miljonair te zijn. En het precieze bedrag wat je dan op je 67ste hebt is 1.044.838 euro. En dat is zelfs dus na belasting. En dan wil ik heel even kort deze video onderbreken om te zeggen dat binnenkort de beleggerstraining online komt. Dat is een online training die ik gemaakt heb samen met Tim.
En deze training bevat meer dan 50 video's, meer dan 6 uur aan videomateriaal om eigenlijk alles voor de beginnende belegger. En je kunt je erbij denken over de basis van een aandeel, hoe je een plan moet maken, een plan van aanpak om te gaan beleggen of hoe je een aandeel moet analyseren. En voor onze abonnees en kijkers van dit moment willen we binnenkort beginnen met een leuke aanbieding, een unieke deal eigenlijk. En meer informatie over de prijs, de lanceerdatum en deze aanbieding volgt binnenkort. Maar als je gaat naar passiefinkomen.nl/beleggerstraining, daar even je naam en e-mailadres achterlaat, zodat ik weet dat je interesse hebt, dan kan ik je binnenkort deze aanbieding sturen wanneer we online gaan. Dan heb je dus eigenlijk extra voordelig dat je kunt beginnen aan deze cursus. Maar nu dus even terug naar de video waar we net nog zeiden dat je met 110 euro in de maand, als je op je 18e begint, miljonair kunt zijn wanneer je met pensioen gaat. En we zien dus eigenlijk dat je met een kleine inleg een groot vermogen kunt opbouwen. En eerder zei ik al dat geld niet altijd het belangrijkste is, maar vaak ook de tijd en het rendement en vooral die combinatie ervoor zorgen dat je dit grote vermogen op de lange termijn kunt opbouwen. Kijk bijvoorbeeld naar die volgende grafiek. Dan zien we eigenlijk in het rode lijntje wat onderaan in de grafiek zit, dat is je inleg en die neemt elk jaar licht toe en dat komt dus vanwege die 2% inflatie die we hebben toegepast. Maar juist het blauwe lijntje, dat is je vermogen en we zien naarmate de tijd langer duurt, de stijging eigenlijk ieder jaar steeds harder toeneemt en vooral in de laatste paar jaar stijg je enorm wat betreft vermogen. En dat zien we ook goed terug in de cijfers, want kijken we naar deze cijfers, dit zijn eigenlijk dus de gegevens die we gebruikt hebben. Zoals eerder genoemd, 110 euro inleg in de maand. Nou, dat wil zeggen dat je het eerste jaar 1269 euro inlegt en dat je daarop een rendement maakt van 114 euro, dat is dus die 9%. Maar kijken we dan bijvoorbeeld naar het tiende jaar, dan is die 9% rendement in één keer een bedrag van 1874 euro en dat is zelfs meer dan dat je dat jaar inlegt. En dat komt natuurlijk omdat je ook rendement krijgt over het geld dat je in de jaren daarvoor al hebt ingelegd. En waar ook eerder al weer rendement over is gekomen. Gaan we bijvoorbeeld weer 10 jaar verder naar het 20ste jaar. Dan zien we dat 9% rendement in dat jaar staat voor 6.684 euro. En dat op dat moment je vermogen al is gestegen naar net geen 81.000 euro. En zo zie je dus dat hoe langer je blijft beleggen, hoe groter het bedrag wordt waarover je dat jaarlijkse rendement verdient. En hoe groter dus ook de stijging wordt. Vandaar dus dat die blauwe lijn in de laatste jaren alleen maar steiler omhoog gaat. Wat betekent dat je in het 49ste jaar, in het laatste jaar dus, begint met een vermogen van 956.807 euro. En dat je rendement in dat jaar 87.218 euro per jaar is. En deze gegevens zijn natuurlijk allemaal uitgegaan van gemiddeldes, van wat het verleden heeft verteld. En dat wil niet zeggen dat het in de toekomst ook zo is, maar we kunnen er in ieder geval van uitgaan voor onze berekening. In ieder geval ook om te beseffen wat mogelijk is met een kleine inleg per maand, maar in ieder geval wel op lange termijn eigenlijk vol te houden. En daarmee komen we bij de conclusie van deze video. Ik begon deze video met te vertellen dat 1 miljoen euro heel erg veel geld is, maar dat het waarschijnlijk voor wel heel veel mensen bereikbaar is als je maar vroeg genoeg begint. En ik hoop dat je dat hebt beseft tijdens het kijken van deze video en dat je hebt gezien met een maandelijkse inleg van 110 euro kan ik al miljonair worden met mijn pensioen. Als ik dus maar vroeg genoeg begin, en dat wil dus zeggen, begin je niet op je 18e, maar op je 25e, dan zul je waarschijnlijk maandelijks wat meer moeten inleggen om dit bedrag te bereiken. Maar ik hoop dus dat je beseft en dus inmiddels ook weet dat het mogelijk is, ook met kleine stapjes, maar dat die grote effecten hebben op de lange termijn. Dus wat heb je hiervoor nodig om dit te bereiken? Natuurlijk een maandelijkse inleg en als je op je 18e begint zal dat rond de 110 euro liggen en naarmate je ouder wordt en dan pas begint zal dit bedrag, het maandelijkse bedrag, hoger worden. Natuurlijk heb je een rendement nodig want je geld moet elk jaar meer waard worden. We gaan dus uit van een gemiddeld rendement. Dus dat is eigenlijk zonder al te grote risico's te nemen is dit het rendement wat je eigenlijk historisch gezien wel kunt verwachten. Maar wat je vooral nodig hebt is eigenlijk dus geduld, tijd. Laat tijd zijn werk doen. Doe eigenlijk niet te veel moeite elke maand wat geld investeren. Maar in ieder geval begin er zo vroeg mogelijk mee om het zo makkelijk mogelijk te maken om op lange termijn dus een vermogen op te bouwen. Ben je na het kijken van deze video nou geïnspireerd geraakt? Besef je wat er mogelijk is en wil je beginnen met beleggen? Onder deze video vind je een link naar de Giro. Dat is mijn favoriete broker. En kun je daar een account aan maken om te beginnen met beleggen? Wil je nou nog meer informatie? Heb je misschien wel interesse in de beleggerstraining? Zoals gezegd op passiefinkomen.nl/beleggerstraining kun je je e-mailadres en naam achterlaten. En dan kom ik binnenkort met een leuke aanbieding voor de mensen zodat ze voldelen aan deze training kunnen beginnen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze eerste video in de serie Miljonair. Binnenkort zal ik weer een nieuwe video maken, ook rondom het bedrag van 1 miljoen euro. En misschien heb je wel gewoon tips, suggesties, verbeterpunten, noem het maar op. Laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. Vond je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dat soort video's maken en je helpt het YouTube kanaal daarmee.
en ben je nog geen lid van het kanaal, maar wil je wel meer video's zien zoals deze? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.